Dag dames en heren. Titus Brandsma komt in november opnieuw tot leven in Theater De Lievekamp. Titus The Musical heet de productie. En het is een samenwerking tussen het Hooghuis, locatie TBL en Stichting Os Cultureel. Aanleiding voor de musical is het 90-jarig bestaan van het TBL. De school die mede door Titus Brandsma is opgericht. In de studio Karel van Vliet, artistiek leider van de musical en producent John van Boekel. Allebei welkom in het programma. Ja, meneer Van Vliet, als je de naam Titus Brandsma hoort, dan denk je niet meteen aan een leuke musical. Waarom is dat toch een goed idee om dat zo te doen? Nou ja, natuurlijk al om de reden die je net genoemd hebt. Omdat Titus Brandsma de naamdrager is van de school die dit jaar 90 jaar bestaat. Maar goed, Titus Brandsma is natuurlijk niet een personage waar je naar gaat kijken om te lachen. Nee. Maar ik denk toch wel dat een musical rondom de persoon Titus Brandsma, die natuurlijk heel interessant is, toch wel voor een goede muziektheaterproductie kan zorgen. Ja, het idee voor deze productie, meneer Van Boekel, bestaat al een aantal jaren. Er is al eerder over gesproken, maar inderdaad, zoals je aangaf, een musical erover maken heeft toch een heel ander draagvlak, inhoudelijk anders dan over de musicals die wij gehad hebben, zoals Villa Johanna, Octopussy, ja, Louis de Bourbon. Heel vrolijk natuurlijk. Echt lokale mensen dus, waar je lokaal iets heel moois van kon maken. En nu hebben we dus, ja, op grond van het jubileum en de samenwerking hiervoor gekozen. En dat is een, ik denk, het wordt een voorstelling die de grenzen van ons en de regio overstijgt. Titus Brandsma, zijn impact, die is landelijk en zelfs buiten Nederland behoorlijk alert en nog steeds intens aanwezig. Ja, is dat ook echt de planning van we gaan deze productie op heel Nederland ook richten, dat mensen hier daarvoor naar ons komen? Ja, dat is zeker de bedoeling. Een van de onderdelen waar wij daarvan dus gebruik maken is een comité van aanbeveling met een tiental VIP's, om zo maar eens te zeggen, uit Nederland, waar onze burgemeester Robine Buijs, Franse Maaike Widdershoven in zitten. Maar ook Bas Kortman, de rector magnificus van de Radboud Universiteit, waar Titus Brandsma ook diezelfde functie in 1932 heeft bekleed. Een aantal oud-leerlingen van het TBL, professoren, maar ook Harry de Winter, de tv-presentator. En dit zijn natuurlijk namen die datgene wat wij willen in Nederland misschien toch nog wat meer publiciteit en aandacht kunnen geven. Ja. Goed, ik zei net al, TBL en de Stichting Os Cultureel, die werken natuurlijk al een aantal jaren samen. Er zitten overlappingen op allerlei gebieden. U werkt zelf op de school ook en meerdere mensen van de SOC. Maar dit is wel de eerste echte co-productie, geloof ik, hè? Ja, qua productie is het wel een echte samenwerking. Of een richting product. Er is natuurlijk wel al eerder betrokkenheid geweest tussen de SOC en het Hooghuis in het algemeen. Ja. Maar nog niet in deze vorm. En de vorm waarbij we samen met het Hooghuis het product gaan maken. Ja, dat betekent wel ook dat leerlingen en medewerkers van de school een belangrijke rol gaan spelen in deze productie. Absoluut, absoluut. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, we hebben audities gehouden. Dat is goed bekendgemaakt bij de verschillende locaties van het Hooghuis, maar ook in Os via de media. Nou, we hebben een behoorlijke belangstelling gehad bij de audities. Nou, die audities zijn nu ook voorbij. En op dit moment is de stand dan ook zo, en dat hadden we van tevoren nooit kunnen voorspellen, maar dat als je dan even zo in verhoudingen kijkt, dat toch op dit moment al, en dat wordt nog meer, 65% van de deelnemers een hooghuisachtergrond heeft of bij het hooghuis werkt, hetzij als docent, hetzij als leerling. Mm-hmm. Ja. En in de toekomst is het plan om ook op de andere locaties te gaan kijken van wat kunnen zij nog meer betekenen. Dus die onderhandelingen die gaan nu starten. En we proberen dus vooral ook in de periferie. Ik noem dan bijvoorbeeld het voorbeeld. We gaan op een van de locaties gaan we nu een kap- en griemcursus starten. Mm-hmm. Zodat die leerlingen dat gedurende het jaar kunnen leren. En dan tijdens de voorstelling straks dat kunnen toepassen. Mm-hmm. Nou, zo proberen we wat lesprogramma's op te organiseren. Waarvan we straks gebruik kunnen maken bij de voorstelling. Dus denk ook aan techniek, kostumering enzovoort. Ja, John van Boekel als producent hierbij in dit geheel betrokken. Maakt het dat niet lastiger om in twee kampen bezig te moeten zijn? Nou nee, ik denk dat het absoluut van toegevoegde waarde is. Het Hooghuis in Os heeft een negental locaties met toch hele verschillende vakrichtingen, studierichtingen. En ja, we hebben nu eenmaal heel veel vrijwilligers en handjes nodig om zo'n productie tegen redelijke kosten op het podium te brengen in de Lievekamp. Dus alles wat je op dat gebied kunt combineren en daarbij ook nog een stukje educatie, maar ook opleiding kunt bewerkstelligen. Ja, dat is ook een van de grote doelen altijd geweest van de Stichting Os Cultureel. Dat hè? Is zonder meer. Het is natuurlijk culturele muzikale ontwikkeling, maar dat is breder dan alleen maar de mensen die op het podium staan.
En ik denk dat vooral de afdeling Vorm en Ambacht van locaties West en Zuid... die hebben in het verleden al bewezen dat ze geweldige decors kunnen bouwen. Er zijn stagehands, leerlingen TBL die programma's uitreiken. Dus op dat gebied is er gelukkig een hele hoop inbreng die bij ons van harte welkom is. Ja, veel lokaal talent, ook in deze musical natuurlijk. Zeker. Bijvoorbeeld de hoofdrolspeelster, die zit ook op het TBL. Ja. Daar kon je ook bijna niet omheen dan. Nee, dat is fantastisch. Maar daar willen we ook niet omheen. Hè? Nee, zeker niet. Nee, er zit veel meer talent nog ook. Het is ook niet voor niks dat op TBL ook nog andere leerlingen zitten die ook met die voice kids een heel eind scoren. Maar goed, maar Van Jen is natuurlijk het verst gekomen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Nou, en Van Jen is gewoon een hele goeie. Dat is gewoon een topper. Dat wordt ook een hele grote. Nou, we zijn ook blij dat Van Jen mee gaat doen. En als je een meisje van het kaliber Van Jen in je cast hebt, dan betekent dat ook dat er een hoofdrol moet zijn voor Van Jen. Nou, daar hebben we voor gezorgd. Ja. Even over de productie zelf. Eerder deze week was de presentatie, toen hoorden we altijd een en ander. U heeft het toen een docu-musical genoemd, hè? Ja. Wat moeten we daarvoor voorstellen? Nou, eigenlijk heeft dat te maken met de oorsprong van het idee. Dat heb ik toen ook gezegd. In de zomer 2011, zat ik met Joop Stokkermans gezellig te borrelen en weer te praten over allerlei theateractiviteiten. Toen is ook het idee ontstaan van zullen we eens iets doen met Titus. Ja. Want inmiddels was bij Joop ook bekend dat ik op het Titus Brandsma Lyceum werkte. En omdat wij ook wel wisten dat in deze tijd grootse dingen moeilijker werden. Want ja, het is bekend dat ook in de kunst veel minder geld is. Hadden we het erover van misschien zouden we ook wel bijvoorbeeld iets in documentaire vorm kunnen doen. Dus dat is eigenlijk bij het prille begin hadden we het over een productie die een documentair karakter zou hebben. Nou, later is dat dan toch uiteindelijk uitgegroeid tot een musical. Ja. Maar als je nou de vorm van onze show gaat bekijken, is het ook echt. Want het heeft ook nog een documentair karakter, maar het heeft ook alle elementen van een musical. Dus inclusief ook vermaak, hoor, om terug te komen op de eerste vraag. Ja, precies. Ja. Want het moet natuurlijk weer niet te droog worden. Ik had net zo goed kunnen lezen. Maar dat lezen. Is een beetje de kunst, hè? Want je wil toch zo'n man, waar we veel respect voor hebben, wil je toch met alle respect neerzetten. Die wil je goed neerzetten. Dus die dingen die hij gezegd heeft, die komen nu ook weer terug. Mm-hmm. Maar natuurlijk wil dat niet zeggen dat we niet met humor voor de dag kunnen komen. Want de personages zijn er wel serieus. Maar de situaties die kunnen natuurlijk zeer komisch zijn. Ja. Zeker als je zo'n pater uit die tijd aanwezig laat zijn in deze tijd. Dus dat leidt soms tot behoorlijk hilarische situaties. Ja, meneer Van Boekel, laten zien dus dat de persoon Titus Brandsma ook voor deze tijd nog relevant kan zijn. Dat is ook een belangrijk doel van deze productie. Ja, zeer zeker. Kijk, uiteindelijk, het is muzikale ontwikkeling, doel van de Stichting Ons Cultureel. Maar we hebben 10 voorstellingen en we willen 10 volle zalen. En natuurlijk, het publiek is bepalend, min of meer, voor een succes. We kunnen het zelf nog allemaal zo leuk en goed vinden. Maar als het publiek niet komt of niet reageert, hebben we achteraf een probleem. Dat hebben we tot op heden gelukkig niet gehad. En ik heb ook alle vertrouwen in deze productie. En ja, van de andere kant 10 voorstellingen vullen. Er een bijkomst, positieve bijkomstigheid is dat het Titus Brandsma Lyceum een reunie houdt op zaterdag 9 november. De gelegenheid ook van dat 90-jarig jubileum. Ja. Die verwachten toch zo tussen 3.000 en 4.000 oud-leerlingen. En op die dag worden in de Lieve Kamp de hele reunie wordt rond de Lieve Kamp gesitueerd. Dan worden lezingen gehouden, presentaties. Maar er komen 3 voorstellingen van Titus the Musical voor oud-leerlingen. Ja. Dus dat is natuurlijk voor ons prettig, maar ook voor die leerlingen die in het hele land en buiten Nederland zitten, om op die manier toch nog eens, qua amusement, maar inhoudelijk met een mooie voorstelling geconfronteerd te worden met de naamgever van hun school. Ja, het is nu maart. In november gaat het gebeuren. Ja. Er moet er wel het een en ander gebeuren voordat het echt helemaal klaar is. Ja, behoorlijk. Ja, we moeten nou behoorlijk gas gaan geven. Dat voelen we ook allemaal, met name Stanley. De zoon van Joop Stokkermans die overleden is. Want ja, de bedoeling was dat Joop Stokkermans dat zou doen. Joop heeft ongeveer 5 composities in de grondverf gezet. Dat betekent nu ook dat Stanley daar keihard aan moet gaan werken. En die is dan op dit moment ook dag en nacht mee bezig. Maar het gaat heel goed. En de eerste composities die klinken ook werkelijk prachtig. Het script moet ook nog verder uitgewerkt worden, begrijp ik. Natuurlijk. Collega Remy Albers, die al 40 jaar docent is op het TBL. En daarvoor 6 jaar als gymnasiumstudent. Ja. Die heeft nu die taak op zich genomen. En dat heeft ook te maken met de sfeer waarin we alles willen doen. Want voorheen deed John dat natuurlijk. Maar dat betekent ook dat, met name wat mij betreft, ik in een soort nieuw team terecht ben gekomen. En in het oude team hadden we natuurlijk een behoorlijke snelheid erin. Mm-hmm. En dat moet allemaal een beetje aan elkaar wennen, want het is allemaal anders. Levert ook weer andere goede nieuwe dingen op. Ja. Maar
duurt net even wat langer soms. Een uitdaging noemen ze dat. Bijhoorlijk. Ja. Ja, heerlijk. Mm-hmm. We moeten het hierbij laten voor dit moment. Ik wens u heel veel succes dan de komende maanden om het allemaal tot een goed einde te brengen. En dan zien we in november wat het geworden is. We gaan ons best doen. Bedankt voor jullie reactie. Graag gedaan. Dankjewel. Tot zover Focus voor deze keer. Als u het laatste nieuws wil blijven volgen, dan kan dat natuurlijk via onze website. Dat is d-tv.nl. Of u kunt ons ook gewoon volgen via Twitter, ook net zo makkelijk. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.